Dit weerbericht is powered by Willy.nl. Goedendag en welkom bij het FHM weerbericht. Mijn naam is Stephanie en ik ga jullie alles vertellen over tornado's, luchtvochtigheid en wolkbreuken. Dit is het weer van aankomend weekend. Sinds woensdag is officieel de herfst ingetreden, maar ik merk er vrijdag vrij weinig van. Door een warmtefront vanuit het oosten en een neerslagpercentage van 20% kan je de paraplu thuis laten en de zonnebril op. Met name in Limburg, Brabant en Gelderland laat de warmtebron zich flink gelden en met temperaturen van 20 graden wordt het een prima dag. Het lekkere weer van vrijdag houdt aan op zaterdag. Ook in het westen van het land is er nu ruim baan voor de zon. Temperaturen liggen ook rond de 20 graden. Wel zal er wat bewolking boven het land gaan hangen. Die wolkenvelden gaan zich opstapelen en uitgroeien tot een front. Met name in het zuidoosten van het land kunnen er onweersbuien ontstaan en die kunnen gepaard gaan met keiharde windstoten. De weerkaart van Meteoconsult laat zien dat de laatste zondag van september grijs en bewolkt gaat worden. In de ochtend veel dauw en nevel, met name op de hei en in gebieden waar de koeien staan te grazen. Temperaturen zullen zo dalen naar 16 graden en daarmee zullen we meteorologisch gezien moeten gaan wennen aan de intrede van de herfst. Maak er een waanzinnig tof weekend van en doe geen dingen die ik ook niet zou doen.